Onder een stralend voorjaarszonnetje bereidt Almere City FC zich voor op de thuiswedstrijd tegen Telstar van aanstaande vrijdag. Voor Gaston Salasiwa een weerzien met oude bekenden. De 28-jarige middenvelder was dit seizoen al 5 maal trefzeker en het ene doelpunt was nog mooier dan het andere. En dat terwijl hij tot afgelopen zomer droog stond in het shirt van de Almeerders. Wat is er sindsdien veranderd? Ik heb me eigenlijk dit seizoen meer gericht op het afwerken. En ik weet dat ik een goede trap heb. En het was meer een bewustwording van dat ik meer moest gaan schieten op doel. Heb je er ook echt specifiek op getraind? Ik heb er wel specifiek op getraind. Voornamelijk in de trainingen. Met afwerkvormen, dan wil je gewoon alles erin schieten. En ik denk dat je het zo jezelf het best kan trainen. Het resultaat mag er wezen, want Salasiwa heeft dit seizoen een aantal beauties op zijn naam staan. Een ideaal moment dus om samen met hem een top 3 samen te stellen. En dan beginnen we met het doelpunt dat op de derde plaats is geëindigd. Ja, de nummer 3 is het doelpunt thuis tegen Volendam. Ik kreeg de bal van Soufian. Ik kreeg een vrije trap aan de zijkant. Ik kreeg de bal van Soufian en ik nam hem in 1 keer aan. Ik schoot hem eigenlijk met een zwabberbal. Heerlijk erin. Een bijzonder fraaie goal dus. Maar het doelpunt dat Salasiwa op nummer 2 heeft gezet is misschien nog wel mooier. Nummer 2 staat het doelpunt tegen Eindhoven. Hier thuis. Dat is de 1-0. Als ik het goed heb. Ik kreeg de bal wederom van Soufian. Ik nam wederom 1 keer aan en ik schoot hem eigenlijk diagonaal de kruising in. Verder kon hij niet erin, dus dat was echt een hele mooie goal. En dan nu de laatste, maar zeker niet de minste. De nummer 1 van Salasiwa. De nummer 1, dat is uit tegen Volendam. Kreeg de bal van Sylvester, randje 16 en ik kap hem 2 keer. En ik zie de verre hoek open en krul hem in de verre hoek. Dus die staat op nummer 1. Met name ook omdat ik die week was ik vader geworden en ik had heel weinig uurtjes geslapen. Dus dat is extra mooi dat je dan zo'n mooie goal maakt. We zagen dat ook aan je manier van juichen daar in Volendam. Alles kwam samen, hè, op zo'n moment. Ja, zeker. Ja, alles kwam samen. Dat is een hoogtepunt, ja. Als ik je nou aan het eind van het seizoen nog een keer spreek, kunnen we dan nog een ander doelpunt op nummer 1 zetten? Ik hoop het. We hebben nog een aantal wedstrijden te gaan en laten we hopen dat er nog een paar goaltjes bij komen. De eerste mogelijkheid daartoe is vrijdag tegen Telstar, de oude club van Salasiwa. Maar ook van Kelvin McIntosh. De verdediger kwam in 4,5 seizoen tot 91 optredens in de hoofdmacht van de club uit Velsen Zuid. Een speciaal duel dus. Ja, toch wel. Ik heb er toch 4,5 jaar gezeten ongeveer. Ik wist zelf niet dat het 91 wedstrijden waren. Maar als jij het zegt, dan zal het wel kloppen. Maar dat zijn veel wedstrijden. Het is toch wel speciaal dan om nu tegen ze te spelen. Ken je nog wat jongens uit de selectie of uit de technische staf? Ja, Frank Korpershoek zit er nog. Ik ken Kelvin van Lies, maar die speelde in de tijd dat ik daar zat niet bij Telstar. Frank Korpershoek, wat ik zeg. Twan van Huizen speelde daar nog. Volgens mij is Anthony Correa al gestopt. Cor Varkenvisser. Dat zijn zo'n beetje volgens mij. Hoewel het altijd leuk is om wat oud-ploeggenoten terug te zien, tellen ook voor McIntosh vrijdag alleen de 3 punten. Ja, tuurlijk. We zijn bezig met de laatste periode. Waar we er op zich nog redelijk voor staan. Na het gelijkspel tegen Achilles. Die we in principe eigenlijk ook hadden moeten winnen als je van tevoren bekijkt. Dus ook deze wedstrijd wordt heel belangrijk en die moeten we gewoon winnen. Tot slot, je hebt de laatste tijd ook aardig wat doelpuntjes meegepakt. Ze kunnen je bijna ook voorin neerzetten. Ik stond toevallig de afgelopen 3 keer dan op de goede plek. Dan is het nog de kunst om hem dan nog te maken. En dat is gelukt. En het is mooi dat ik er nu 3 in heb liggen. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk de 3 punten.
En dan sluiten we af met een blessure-update over Arsenio Valpoort. Hij scheurde in de wedstrijd tegen FC Os zijn hamstring, maar is op de weg terug. En we vroegen hem hoe lang de verwachte hersteltijd nog is. Daar stond 6 tot 8 weken voor. En ik lig er nu al zeker 4 weken uit, dus een maand. En ik denk, ja, ik sprak vandaag met een fysio en hij zei van, ja, hij gaat ervan uit dus in principe dat het nog wel 4 weken maximaal zou kunnen duren. Maar hij voorspelt ook dat dat wel eerder zou kunnen zijn. Dus ik denk dat 6 tot 8 weken wel een goede indicatie is. Dus in de beslissende fase van het seizoen hoop je er weer te staan en weer van waarde te kunnen zijn voor de ploeg. Ja, zeker, zeker. Ja, natuurlijk, voor mij hoop ik natuurlijk dat ik gewoon ten eerste gewoon goed fit terug kan komen. En afhankelijk van hoe dat proces verloopt, hoop ik natuurlijk het team te kunnen helpen in wat voor soort manier dan ook. En daar werk ik hard voor. Ik ben veel in de gym bezig nu ook met de verschillende spelers. Waaronder Jenner Arika. Moet ik even aanhalen. Dat is een jongen die me wel vaak helpt wanneer het een beetje moeilijk is. Dus doe mijn best. Tot zover het Almere City Journaal voor deze week. Volgende week zijn we er weer.